Johan Adolf Pengel Luchthaven wil veiligheidssysteem weer in gebruik gaan nemen. Brunswijk zelf op de locatie. Er is geen sprake van een dreigende breuk in de Afobakkadam. Zware regen voorkomt protesten van leerkrachten. Noor Mohamed in zwaar weer. Goeiedag. Dit is Regio Nieuws TV Suriname van 25 april 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Johan Adolf Pengel Luchthaven wil dat de systemen om vliegtuigen te helpen veilig te landen snel weer bruikbaar wordt. Het gaat om het instrument Landing System. Afgekort is dat ILS. Onderdeel daarvan is de VOR, of voluit het VHF Omnidirectional Radio Range. Het ILS helpt de piloot tijdens het landen bij slecht en zwaar weer en het VOR zorgt voor een nauwkeurige radionavigatie. Beide systemen zijn al jaren niet in orde. En nu de meteorologische dienst zwaar weer voorspelt, wordt het nog belangrijker dat de systemen snel weer kunnen worden gebruikt, schrijft de Times of Suriname. Minister Albert Jubitana van Transport zegt dat de voorbereidingen hiervoor al zijn afgerond. Deskundigen maken een rapport op van de gerepareerde systemen en dat zal worden ingediend bij de Surinaamse luchtvaartwaakhond CASAS. De systemen werken en de veiligheid is gegarandeerd, zegt Jubitana. In 1989 verongelukte een vliegtuig van de SLM bij slecht weer rond Zanderij. De gezagvoerder besloot te landen via het Instrument Landing System, hoewel bekend was dat het systeem niet betrouwbaar was. Hij had daar bovendien geen toestemming voor. Er is geen sprake van een dambreuk, dan wel een dreigende breuk in de Afobakkadam, bezweert Eddie Frenkel van Staatsolie. Gisteren gingen beelden viraal van een kapotgeslagen weg aan de voet van de dam. Dat zou komen door een scheur in de dam, waren de geruchten. Vicepresident Brunswijk oriënteerde zich vanwege de onrust in de samenleving persoonlijk ter plaatse. Een deel van de weg is weggespoeld doordat er momenteel veel water overheen gaat. Het gaat echter niet om water uit het meer dat door de dam is gelekt, verzekert Frenkel. Het gaat om een onderhoudsweg die geen onderdeel is van de hoofdstructuur van de dam. De integriteit van de dam is dan ook voor 100% gegarandeerd, zegt Frenkel. Een actiegroep van leerkrachten wil vandaag een onderhoud met president Santokki afdwingen. De onderwijzers vinden de situatie in het land steeds ondraaglijker worden. De groep had voor gisteren opgeroepen tot protestmanifestaties op het Onafhankelijkheidsplein en bij de kabinetten van de president en de vicepresident. Dat ging allemaal niet door. De regen hield de activisten binnen. Maar als de zon vandaag mocht doorbreken, gaat de actiegroep alsnog naar het kabinet van de president. De zware regens houden ook ambtenaren thuis. De regering besliste gisteren dat die van huis uit mogen werken. Ook minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken kreeg in figuurlijke zin veel regen over zich heen. Hij reageerde op de website Kulturu woedend op burgers die hem meenden te moeten herinneren aan zijn uitspraak dat hij opzettelijk lozingen verwaarloost. Dat deed hij om de mensen te straffen voor hun verkeerde keuzes tijdens de verkiezingen, zei hij ooit. Ook zijn recente uitspraak over lege vuilniszakken vanwege de slechte economie werd hem kwalijk genomen. Ministers worden als honden gezien, zei Noor Mohamed. Zodra een minister wat zegt, wordt hij direct gevlamd. Er is geen respect en waardering voor ministers, was het antwoord van Noor Mohamed op de vraag of hij bereid was om excuses aan te bieden. Als men hem niet wil begrijpen, kan hij daar niets aan doen, zei de minister van Openbare Werken. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan de app Regio Nieuws TV en nieuws melden. Dat kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.